pas, er is wel meer een passie ontstaan door de verfijning. Ik denk dat ik het deels van mijn oma heb. Oma deed altijd van alles bakken. De Pastryclub is mijn speeltuin. We maken heel veel desserts. Gebakjes, petitfours, ijs, noem maar op. Uit deze vestiging komt dan het pastrie-gedeelte. En maken we eigenlijk allemaal voor de horeca. Maar ik denk dat er gewoon in de horeca veel meer bij komt kijken. Je moet al kijken wat eten mensen van tevoren. Er zit veel meer variatie in, veel meer creativiteit. Ik kan hier in de winkel geen rode kool chocoladetaartjes verkopen. Dat gaat in de horeca wel. Ik hou van het landelijk leven omdat je dan veel natuur ziet, mooie producten die er groeien, de zee, noem maar op. Maar de stad beweegt. En de stad brengt veel architectuur, kunst met zich mee. Dus eigenlijk wel het leven. Wat inspireert mij? Het leven. Of ik nou in de bossen ben of ik loop door de stad. Of ik, ja, inspiration is everywhere. Pastryclub werken we altijd seizoensgebonden. In het voorjaar, zomer, zijn er zoveel mooie fruitsoorten. En daar komen die kruiden ook allemaal mooi. Weet je, basilicum gaat supergoed met aardbeidjes, met framboosjes, weet ik veel wat. Daar kan je alles mee combineren. Of je nou lavendel, salie. Ik vind het gewoon fijn om dat kruidige een beetje toe te passen. Maakt het net even wat spannender allemaal. Als je mooie producten binnenkrijgt. Als je mooie frambozen binnenkrijgt, als je mooie chocolade binnenkrijgt, dan is het al helemaal niet moeilijk om een goed product te maken. Dan moet je dat niet meer gek doen. Als straks het einde van het seizoen eraan komt en de laatste plukken komen eraan, dat wij vaak wekken of dat we dingen marineren en in het vacuüm in kratten wegzetten. Heb ik een favoriet? Ja, dat heb ik. Ik vind de kassasbessen heel lekker als je die breidt. Ik vind de zuurtjes, maar ik vind de knak die erin zit. Bijt er maar eens in. Knap! Dat knakje en dan komt de zachte binnenkant. Ja, dat is al een beleving aan zich. Ik hou wel van gefocust, dus 3 of 4 basiscomponenten en dat is het maximale. Dan kan je altijd spelen met marineren en specerijen erbij en kruiden. Verleg je eigen grenzen, weet je. Blijf niet bij wat je doet, maar probeer ook eens wat te vernieuwen. En deel je kennis daar waar die is. Iedereen is in één ding goed. Er is niet één iemand die in alles goed is in de pastorie. Zo is het niet. Die bestaan er niet. Ik ken ze niet in ieder geval.